Universiteit van Nederland. We zien alleen wat er boven de grond zit, maar onder de grond gaan de wortels zo ver als de boom hoog is. En in sommige gevallen, dus 20, 30 meter van de boom, kan je nog altijd de wortels van deze boom terugvinden. En dat enorme netwerk van wortels en schimmels noemen ze ook wel het Wood Wide Web. Een soort internetnetwerk voor planten en bomen. Dat is waanzinnig. Deze boom kan met een boom verbonden zijn die hier 20 meter verder staat, omdat de wortels ergens in het midden elkaar tegenkomen. En hier onder de grond zouden de bomen met elkaar kunnen communiceren. Al zijn lang niet alle wetenschappers het erover eens hoe dit precies gaat en of bomen echt met elkaar praten. Maar wat ze wel weten is dat de connectie gaat via schimmel. De schimmel die zorgt voor de laatste verbinding tussen die twee wortels. Maar hoe gaat dat dan precies? Vincent is bioloog en deed in Amsterdam onderzoek naar het enorm uitgebreide schimmelnetwerk in de bodem. Dus in één theelepeltje bodem kunnen 400 verschillende schimmelsoorten zitten. Ons onderzoek toonde aan hier rond mij heen iets van een 80, 90 verschillende mycorrhiza-schimmels leven in de bodem. Oké, Vincent, wacht even. Mycorrhiza-schimmels? Mycorrhiza-schimmels die leven in en rond de wortel van bomen, van eigenlijk alle planten. En die zorgen ervoor dat planten en bomen voedingsstoffen die in de bodem zitten kunnen opnemen. Nu, dat doen ze niet gratis. Ze leveren die voedingsstoffen aan. Ze krijgen in ruil daarvoor suikers die de boom aanmaakt door fotosynthese. Het proces waarbij een plant of boom met zonlicht, water en CO2 omzet in zuurstof en suikers. Die schimmel is echt essentieel. Zonder schimmels geen bomen, geen bossen, geen planten. Maar die schimmels kennen we toch vooral van de bedorven boterhammen en als paddenstoelen in het bos. Wat zijn schimmels nou precies? Naast planten en dieren is dat een hele grote groep van organismen op aarde. En schimmels hebben een hele belangrijke functie in de natuur. Heel veel schimmels breken dood materiaal af. Zoals in het bos, heel veel dode takken, dode bladeren. Schimmels breken die af en zetten zo de nutriënten vrij, waarop weer planten en dieren en zo gebruik van kunnen maken. Sommige schimmels zijn dus mycorrhiza-schimmels en die leven samen met plantenwortels en hebben daardoor een hele belangrijke taak. Over schimmels is eigenlijk nog best wel weinig bekend. En daarom dook Vincent de bodem in. Ja, we willen dus hier het schimmelnetwerk, het mycorrhiza-netwerk in kaart brengen. En daarvoor moeten we graven. Nu, als je hier in het bos begint te graven, dan zal je merken dat die bodem, dat daar veel plantenwortels in zitten. We verzamelen die wortels en dan zal je zien dat zo'n wortel dat die heel erg vertakt. En daar kleeft natuurlijk heel veel aarde aan. Maar als je die wortel begint schoon te maken, dan zal je zien dat er dus hele kleine vertakkingen zijn. En de mycorrhiza-schimmels die leven dus in en rond die fijnste vertakkingen van de wortel. En als we dan genetisch dezelfde schimmel detecteren in deze wortel en in een wortel die we een meter verder vinden, dan gaan we ervan uit dat dat dezelfde schimmel is en dat die twee wortels met elkaar verbonden zijn. Dat is een aanname, dat is niet noodzakelijk zo. Maar dit is wel de beste manier die we momenteel hebben om die netwerken in kaart te brengen. En dan nemen we meestal een aantal van die fijnste worteltjes en die gaan dan in het buisje. En dan uiteindelijk heb je hier een buisje met een wortel van een plant. En die nemen we mee naar het laboratorium. Natuurlijk niet één monster. Hier in 10 bij 10 meter nemen we zo'n 100 monsters om het netwerk in kaart te brengen. En dat lab is hier, bij Naturalis in Leiden. Vincent en andere onderzoekers hebben hier de modernste technieken tot hun beschikking om de schimmels te onderzoeken en erachter te komen of ze nou echt met elkaar communiceren. Nou, dit is een apparaat dat het DNA extraheert, zoals dat heet, uit allerlei verschillende soorten monsters. Dat is een heel proces. Er moeten allerlei stofjes worden toegevoegd, allerlei stofjes worden afgehaald. Dat gebeurt hier volautomatisch. Deze worteltjes worden fijn gemalen en dan gaat dat hier in deze machine en wordt het DNA daaruit gehaald. Uiteindelijk brengen we het DNA in een oplossing en doen we er metalen balletjes bij. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. En die metalen balletjes, dat zijn hele bijzondere balletjes, die binden het DNA. En als we die oplossing dan op een magneet zetten, dan trekt
trekken die magneet de metalen balletjes naar zich toe. En zo scheiden we het DNA van de rest van de oplossing. Dat DNA gaan we dan aflezen. En dan weet je welke wortel het is, van welke plant. En je weet ook welke schimmels er in die wortel leven. En met die kennis weet Vincent met welke schimmels hij te maken heeft. Nou, en hier zie je dus alle schimmels die in zo'n monster zaten. Dat zijn niet alleen de schimmels die mycorrhizas vormen met die wortels, maar allerlei soorten schimmels die met die wortel geassocieerd zijn. In dit geval zaten er 119 verschillende schimmels in zo'n één monster dat we namen. Je zal ook zien dat sommige van die schimmels een naam hebben. En bij anderen staat daar NE. En dat wil zeggen dat ofwel die schimmel nog niet in onze referentiedatabase zit. Het kan ook zijn dat het een schimmel is die nieuw is voor de wetenschap. Hè? Want zelfs in een locatie zoals het Vliegenbos leven nog schimmels in de bodem die nog onbekend zijn voor de wetenschap. Ja, dat is dus een ding. Heel veel schimmels zijn nog onbekend. Er zijn ongeveer 100.000 verschillende schimmels beschreven op aarde. Het idee is dat er wellicht een aantal miljoenen schimmels moeten voorkomen. We hebben dus alleen maar het topje van de ijsberg beschreven van schimmelsoort. Het is een heel groot mysterie, ja. Maar met behulp van technieken hè, zoals DNA-analyses komen we dus eindelijk achter die enorme biodiversiteit van de schimmels. En die diversiteit brengt Vincent hier in het Amsterdamse Vliegenbos letterlijk in kaart. En op die kaart zie je allerlei cirkeltjes. Dat zijn plantenwortels. Die hebben verschillende kleuren. De groene cirkeltjes zijn wortels die behoren tot de Hollandse iep. Als een lijntje twee bolletjes met elkaar verbindt, wil dat zeggen dat ze een schimmel gemeen hebben. Dat we dus dezelfde genetische schimmel gevonden hebben in die twee worteltjes. Het is een wirwar van lijntjes. Maar als we dit verder onderzoeken, dan daaruit blijkt dat dit geen willekeurig netwerk is. Het is niet zo dat schimmels zomaar alle planten met elkaar verbinden. Er zou volgens sommige schimmelonderzoekers zelfs sprake zijn van een moederboom die via schimmels voor haar kinderen zorgt. In a single forest, a mother tree can be connected to hundreds of other trees. Omdat deze boom natuurlijk een enorme bijdrage levert aan de koolstof die in zo'n schimmelnetwerk wordt gepompt. En die koolstof die kan eventueel gebruikt worden door andere planten om opgenomen te worden. En daardoor wordt zo'n boom wel eens een moederboom genoemd. Toch zijn er nog een hoop vragen over hoe dat precies werkt. Hoe die interactie precies gaat, dat wordt wel eens beschreven als een soort handelsnetwerk. Zo'n schimmel is dus gelinkt met verschillende planten tegelijkertijd. En verhandelt eigenlijk stikstof en fosfor. Hè, en ruilt die voor koolstof. Of dat echt een handelsnetwerk is, of dat er toch een soort van regulering in zit. En hoe zo'n schimmel dan kan herkennen van welke plant hij meer koolstof krijgt dan van een andere plant, dat is eigenlijk nog helemaal onbekend. Komen we terug op de vraag, kunnen bomen via dat Wood Wide Web met elkaar communiceren? Experimenten in het laboratorium hebben uitgewezen dat planten wel degelijk signalen kunnen oppikken via die connecties, via die mycorrhiza-connecties. Of dit ook in het bos gebeurt en of er bomen ook gebruik van maken, dat is eigenlijk nog een open vraag. Omdat het heel erg lastig te onderzoeken is. Dus het is heel erg lastig om experimenten te doen met volwassen bomen in het bos. Dat zorgt ervoor dat we daar nog heel weinig van weten. Oké, maar kan het nou wel of niet? Het is zeker een mogelijkheid, ja. Het zou mij niet verbazen als die mycorrhiza-schimmels wel degelijk een rol spelen in de detectie van allerlei signalen bij planten. Dank je Vincent voor deze korte tour door het Wood Wide Web. En jij, tot de volgende!